onze pop-up heet Chin & Fashion. Welkom in onze pop-up store thuis. Dus we hebben een vinylwinkel gecombineerd met een bar. We zijn dus Woodstock en wij verkopen houten spulletjes. Dus. We hebben gekozen voor een retrocafé. Het concept is eigenlijk dat we een kookshop met ook beleving willen uitbaten. En dan zoals je ziet, Olia Vino. Bij ons kan je eigenlijk terecht voor allerlei Zuiderse producten. Dus. Welkom bij Chin & Fashion. Heel spannend, we leren er ook weer uit. Ik hoop dat ze goed gaat draaien, want we hebben er heel veel werk in gestoken. Dus ja, we zullen wel zien. Dus dat pand was hier eigenlijk volledig leeg en er was geen elektriciteit, één kraantje voor het water, aanvoer, geen afvoer voor water. Heel kort, echt. Ik dacht nooit dat we zoiets groots eigenlijk in zo'n korte tijd zouden kunnen neerzetten. Het zijn vooral klassiekers uit de jaren 60, 70, 80. We hebben een collectie van ongeveer 1600 platen. We zijn net open en er zijn al heel veel klanten geweest, dus het valt heel goed. En allemaal welkom bij Woodstock! Onze winkel is eigenlijk geen winkel, want de muren zijn te veel. Dus vandaar dat we onze producten met belichting hebben willen accentueren. Toch al een paar klanten, ik denk een stuk of 6, 7 klanten ongeveer. Dus dat hadden we niet gedacht. En nu zit de zaak bijna vol. Ja, ik vind het zeker als student wel een hele uitdaging. Het is iets anders dan achter de schoolbanken zitten. Ik vind het wel heel leuk. En ook om een team te werken is iets nieuws. Dus ja, ik heb er zin in. Initiatieven zoals dit, dat vind ik eigenlijk heel fijn van onze school ook, dat we die mogelijkheden krijgen en dat is ons ook een trouw, want er komt natuurlijk heel wat bekijken, want ja, niet alleen het neerzetten, maar ook de vergunningen, de leveranciers zoeken, er komt heel wat bekijken en het is echt zo, de goesting van ondernemen, dat krijg je wel door zo'n projecten zoals dit te doen en daar leert je ook veel uit, vind ik. Beter van zo lang het duurt, maar nog een mooie liedje komt erin. Oh. Ja.